Familie en vrienden van Raymond Fort, de worstondernemer die afgelopen zondag dodelijk werd aangereden aan de Henk Aronstraat, hebben vandaag een bloemenhulde op de plaats des onheils gehouden. In vleurige kleding hebben niet alleen de ouders, maar ook andere familie en vrienden van Fort zich vanmiddag begeven naar de plek waar hij is doodgereden. Vanuit de gemeenschap is met grote bezorgdheid gereageerd op deze spraakmakende zaak. De politie maakte bekend dat Fort na een aanrijding met twee voertuigen aan zijn einde kwam. Bij een inhaalmanoeuvre werd het slachtoffer van zijn fiets geschept, waarna hij tegen de schutting van een begraafplaats aankwam. Om aandacht voor het gebeuren te vragen, is er vandaag om 4 uur ook een stille mars gehouden in het resort Flora. Fort, die beter bekend stond als Boiler, werd 35 jaar oud.